super mooi weer buiten. Ik heb opnieuw een lading hout opgehaald. Dus dat is wat hij daar ziet liggen. Ik koop ze bij Hansen Schout omdat ik in Gent werk. En dat bedrijf zit in de haven van Gent, dus dan kan ik daar heel gemakkelijk na het werk snel nog omrijden. En voor de rest heb ik alles op voorraad ook. 12 mm is goed, nog net breed genoeg om zo'n koude verbindingen te kunnen maken. En alles gewoon vast te vijzen. Ik denk dat ik voor alles 12 mm ga gebruiken. Ik zal wel moeten nu, want ik heb nog 6 planken extra gekocht. Die platen dat kost, dat is 120 op 250 ongeveer. Dat is zo'n standaard plaatmateriaalmaat. En voor 6 platen is het rond de 200 euro. En het is, met de eerste set van 6 platen heb ik dus al de volumes kunnen maken. Dus de kasten op zich, maar dus zonder laden of schappen of deurtjes. Het keukenblok ook het volume. De volumes van die bovenste kastjes wel nog niet. Dus met de volgende 6 planken ga ik die kastjes verder afwerken. Dus de deurtjes, de laden en dergelijke meer. Al dat soort dingen. Maar eerst dat hout. In mijn garage zetten. Voor die kastjes, als je er geen achterwand in zet, dus dit is eigenlijk nog niet zo stevig, dus dan los ik op met hier die kleine stukjes. Omdat ik daarmee gewicht bespaar, het is steviger natuurlijk als je er een volledige achterwand in zet, zoals ik bij deze heb gedaan. Als schroeven heb ik, dat is eigenlijk een vol doosje dat ik gekocht heb. Nee, ik had dat eigenlijk nog liggen. Ik heb zelf 2 zo'n doosjes liggen, vraag me niet waarom, waarschijnlijk heb ik ooit gedacht dat ik dat nodig had. Maar dus zijn wel de goede lengte, dus dat is van de Gamma. En het zijn 300 stuks van 3,5 mm dikte en 35 mm lang. En ze hebben zo een stukje hier, ziet, zonder draad. Dus dat is ideaal voor de dikte van de plank. Best wel in, dus hier zie je die gaten. En die plank altijd het gat voorboren met een 3 mm boordje. Ja, voor die grote platen te verzagen moet ik me een beetje behelpen, dus ik doe dat met die zaag met dat fijn blad in en ik trek een lijn waar ik langs wil zagen. Ik heb dan die afstand hier opgemeten waar ik een lat leg waar langs ik dan met die zaag ga. Dat kan ik gewoon met wipzaagje uitzagen. Dat verdwijnt ook onder dat werkblad, onder die keuken.